Kamel. He can switch both guards. Sauer tends to stay orthodox. Jumping knee from Kamel. Mohamed, jij bent professioneel kickbokser. Ja. En jij liet mij net beelden zien van nou, ruim een jaar geleden. Waarop jij dus een totaal andere look hebt in de ring. Inderdaad, het is een wereld van verschil. Je ziet nu het resultaat van toen en nu. Nou, ik ben er erg blij mee. Ja, wat is er precies gebeurd? Ik heb een VUE-CT-behandeling gehad. Ik heb na de eerste behandeling gelijk verschillen na 6 maanden kunnen zien. Na 6 maanden al, hè? Ja. En wat heb je eigenlijk precies laten doen? Ik heb mijn haarzakjes van de achterkant van mijn hoofd weg laten halen. En die heb ik aan de voorkant van mijn hoofd geplaatst. Geweldig. Ja. Wat ik me dan afvraag, hè, als kickbokser. Helpt het ook met zelfvertrouwen? Sta je wat trotser in die ring? Ja, buiten de ring dan. Buiten de ring vooral, denk ik even meer aan wat anders. Wil ik mijn tegenstander in elkaar slaan. Gelukkig. Maar natuurlijk, het geeft zeker wat zelfvertrouwen. Ik ben niet zo oud, dus Het wordt alleen maar mooier het en wordt voller, mooi. Hè? Ja, inderdaad. Ja. Je hebt wel wat moeten opgeven, of niet? Ja. Want wat is de nabehandeling voor iemand als jij? Je kan niet vechten, hè? Nee, ik kan zeker niet vechten. Ook met het trainen moet ik me echt heel beperkt houden. Ik mag bijvoorbeeld niet sparren naar het hoofd. De eerste 3 maanden na de behandeling. Ik kan wel trainen, gewoon recreatief, maar het mag niet echt intensief. Dus ik heb wel rekening moeten houden. Mijn behandeling heb ik ook kort na mijn wedstrijd gehouden. Een korte rustperiode. Ik heb toen mijn behandeling laten behandelen, zodat ik echt meer tijd voor mezelf heb. En dat ik goed kan revalideren. Ja, nou Mohamed, ik denk dat een rustperiode sowieso nooit kwaad kan. Hè? Nee, zeker niet. Ik wens je heel veel geluk en heel veel succes. Heel erg bedankt. Dankjewel.